kunnen misschien Frits gaan neuken. Eigenlijk wil ik liever zo'n beetje goed, niet. Goed, dat is dan afgesproken. Oh, Gertje, wil jij een flatje? Ja, ik moest schatten dat hij doet het niet. Moet je nu wat horen? Ja. Het is een ramp. Nee, wat zeg ik? Het is een drama. Het is een drama. 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 Your milkshake! Nee, wat dit wil frietjes pakken! Het frietkraam van Fred Kroket is gesloten. En voor altijd! Zijn jullie eigenlijk wel zeker? Ja, ja, Fred Kroket is wel met zijn vrouw. Om de rest van zijn leven een beetje te gaan neuken. I feel like a idiot. Alberto kwam daar elke dag het frietkraam leeg eten. Dat is een lelijke opmerking. Ja, dat is wel waar, Albert. Ten eerste is Otreblad. En ten tweede, dat is Otreblad. En ten derde... Otreblad! Ik kan nu geen lekkere frietjes meer eten. Ja, en dorp zonder frietkraam? Ja, dat is... Bomen. Ik ga frieten bakken. Nee, meneer, ik zal frietjes bakken. Ik ben tenslotte een specialist in frietjes bakken. Ah, ja? Jij bent een specialist in frieten opeten, ja? Ja. Weet je wat, in octaaf? Jij bent lelijk. Ik... Nee, jij... Een website terroriseren? 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 Een zeer goed idee. Wat op zich? Terroriseren? Ja, Samson, ik krijg dat frietkraam blijkbaar toch niet open. Hallo. En Albert, jij mag eerst. Ten eerste is Alberto. En ten tweede is het nu Alberto, de zingende frietenbakker. Een prutzanger, ja. Oh, een prutzanger? Ja. Tuurlijk. Luister maar. Vermeer, zijn je frietjes bijna klaar? Ja, ik moet alleen nog zout op de frietjes doen, hè? Zeg, jouw frietjes zijn slap, Albert. Ten eerste is Otreblad en ten tweede... Hè? Jij bent gewoon jaloers. Zeg, ben jij nu helemaal gek geworden? Dat is wel zo. Zeg. Oh la 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 Frieten van Octaaf, steeds de beste. Zeg Octaaf, een groot pak, hè, want ik heb honger, hè. Dank je. Met je heel, heel weinig frietjes. Als jij de volgende frietenbakker wordt, dan ga ik dood van de honger. De mijne zijn tenminste niet slap. Nee, maar je ziet ze niet eens liggen. Altijd maar meer en meer leem. Zeg vrienden. Wist je dat een goede frieten 9 centimeter lang is en een doorsnede heeft van 6... Van Leemhuizen komt er nog wat van, of hoe zit het? Van Leemhuizen, kijk uit! De volgende... Ja! Oh, die kan nog geen ei kopen en die gaat mijn frieten pakken. Welkom!
tong in frietkraam. Ik heb toch gewonnen, hè? Oh, ook dat. De volle. Patat. Zeg, wie heeft die wedstrijd gewonnen? We hebben nog altijd niemand om frieten te bakken. Nu wel.